Het is feest bij Rasso's Running Channel. Wij zitten op dit moment op de 100 subscribers. Dus wij zijn heel blij dat jullie allemaal lid zijn geworden. En wij gaan dit nog veel langer doordoen. En ik hoop dat we dus veel meer leden bij krijgen. Vandaag gaan wij naar de Hoeve aan den Wegloop. En wij gaan daar een wedstrijd doen van 10 kilometer. Na deze wedstrijd heb ik, omdat het zo'n feest is, nog een kleine giveaway te doen. Dus sowieso, kijk door tot aan het eind. En let op, subscribe, druk op het belletje. En ik zal uitleggen hoe de giveaway werkt na deze loop. Tot straks. We zijn aangekomen in Oude Willem. We gaan hier de Hoeve aan den Wegloop doen. Ik heb mijn startnummer, zoals je ziet, al op. En we gaan eens even kijken hoe snel wij deze 10 kilometer kunnen doen. Ik zie jullie aan de start, jongens.
Nou, we zitten op de 3,7 kilometer. Even een lekker slokje water. En wij gaan zometeen verder richting de 10. Jongens, hartstikke bedankt voor het water. Heerlijk. Een beetje water. En ik zeg door.
Nou, pittig loopje. Al zeg ik het zelf. Het is heerlijk lopen. Maar het kan zijn dat ik iets te hard gestart ben. Of zoiets. Even een minuutje wandelen. Kan vaak wonderen. En wat ik in het begin van de video al gezegd heb. Aan het eind ga ik een speciale kleine giveaway doen. En de instructies hoe je iets kan winnen. Dat krijg je aan het einde van dit filmpje bij de afsluiting. Het is hier best mooi om te zien. Mooi stukje bos. Dit is veelal een bosloop, volgens mij. Ik zit nu op de 6,2 kilometer. Dus het valt mee. Nog 3,8 te gaan. En dan zijn we er alweer. Hi. Komt er weer een voorbij. Ach ja. Je moet sommige mensen je plekje ook even gunnen. Ik ga weer verder lopen. En zodat ik niet als laatste eindig natuurlijk. Ik spreek jullie zo weer. Tot zo. En tot straks.
Nou, we zitten iets over de 8 kilometer. Dus nog een kleine 2 kilometer te gaan. Ik zeg 10 minuutjes totdat we over de start komen. En dan gaan wij eventjes de gratis giveaway doen bij de uitzending. Bij de afsluiting bedoel ik. In de uitzending. Dus ik hoop dat jullie nog even 10 minuten geduld hebben voor het grote prijzengeld weggegeven gaat worden. Ja, we lijken wel een filantropische instelling op dit moment. Nou, ik zorg dat ik die inmiddels 1,5 kilometer nog even af ga leggen. Ik zie nog wat lopers achter mij, anders was het ook niet best na een jaar hardlopen. Ik zag ook dat het kanaal 9 maanden bestaat nu op dit moment. 9 maandjes en dan al 100 leden. Nou, ik zeg jongens, tot bij de finish. Wij doen nog even een eindsprintje. Tot zo!
Ik krijg een klein beetje het idee dat het iets verder dan 10 kilometer is. Ik zag al 11 op de bordjes staan. Dus misschien dat we nog even 6 minuten langer door moeten lopen. Of 5, ligt eraan hoe hard ik loop. Maar dat zien we vanzelf. Maar de 10 kilometer, die zitten nu bijna op. Op naar de 11 en kijken of we de finish in beeld krijgen. Nou, tot zo. Ik zie de finish in beeld. We zijn er bijna. Oh.
Maar een heerlijk zicht om weer eventjes een afsluiting te kunnen doen. Nog even een laatste eindsprintje. En dan hebben we hem gehaald. Ah, ben wel goed kapot. Nou, bijna over de finish. Daar gaat hij. 3, 2, 1 en gehaald. Yes. We hebben hem gehaald. In 1 uur en 1 minuut gelukt de 11 kilometer van Den Aan den Hoeve wegloop. Jongens, wij gaan door naar de afsluiting. Spreek jullie zo. Nou, dit was hem weer. De 11 kilometer Hoeve aan de wegloop. We hebben heerlijk gelopen en het was een redelijk zware loop. We hebben een paar bospaadjes gehad, een paar modderpaadjes. Maar het was goed te doen en we hadden geen regen. Zoals beloofd komt er nu een speciale giveaway. En dit betreft een origineel Rosso's Running Channel renshirt. Dit shirt kun je winnen door middel van subscriben. Druk op het belletje en laat een comment achter. En de leukste comment krijgt een berichtje van mij terug met een e-mailadres, zodat ze hun adresgegevens achter kunnen laten om dit mooie shirt te winnen. Ik zeg tot de volgende loop. Volgende week gaan we naar de 4 mijl van Assen en naar de 8 van Drachten. Dus het was een druk weekendje filmen. En ik zie jullie volgende week weer. Tot dan!